Goeiedag. Ik ga jullie even in een kort filmpje laten zien hoe mannen hun eigen baard kunnen bijwerken of kunnen trimmen. Of uw partner die dat voor u wilt en kan doen. Laat duidelijk zijn dat dat tijdelijk is en we hopen u snel weer in onze shop te zien natuurlijk. Het is een vak apart. Het is niet zo dat u door deze film kijkt en denkt van nou, ik kan het zelf wel. Het zou ook zo kunnen zijn, maar laat het alsjeblieft aan de professionele over. Het is een vak apart. Wat ik laat zien is een beetje een makkelijke manier hoe u zelf thuis uw baard een beetje bij kunt houden. Dus veel plezier met kijken. Wat ik eerst doe is, ik pak een handdoek om mezelf een beetje te kunnen beschermen. We hebben nodig een en een kleine trimmer. Wat handig is ook een baardborstel. Dus borstelt de baard een beetje in model. Kijken hoe de baard groeit. Het is wel handig om te kijken hoe u baard wil getrimd hebben. En waar u de lijntjes wil zetten. Dus wat ik eerst doe, hieronder ga ik een beetje uitdunnen. Moet ik een beetje tegen de baard groeien. Waarom doe ik dat? Ik zorg dat de zijkanten wat korter wordt bij de bakkenbaren, waardoor de baard iets meer strakker uitspringt. Ja, ik wil mijn stoel ook een beetje uitspringen. Altijd tegen, of met de haargroei meegaan. Aandoening. Het stopt vanuit niks met groeien. Dan krijgt u kale plekken. Nou, het is heel erg geweest. Het is gelukkig een stukje weer gegroeid. Maar wat ik wil eigenlijk dat een beetje gedekt hebben. Dus dan zorg ik eigenlijk dat ik dat stukje langer laat dan de rest. En door het een beetje manier van kammen. Het ook een beetje bedekken. Dan heb ik een soort baartrimmer nodig om even strakke lijntjes te zetten. Wat handig is als u de lijntjes wil zetten, dat u niet dit doet. Of uw huid strak trekt. Want als u dit doet, u zet hier een lijntje, laat het los. Dan snapt u wel wat er gebeurt. Dan heeft u een hele hap eruit. Of u staat naar die kant te draaien met uw hoofd. Je zet hier een lijntje, je draait je hoofd en dan heb je weer een hele scheve lijn. Dus eigenlijk zo natuurlijk mogelijk naar voren kijken en kijk waar je een lijntje wil hebben. Kijk, nadat je een beetje denkt, nou ik heb wel redelijk een strakke lijn erin gezet, nou, dan kun je wel een beetje dit gaan doen. Nou, je kunt ervoor kiezen om dit een beetje vierkant of ronde te maken. Nou, ik vind het zelf mooi om een beetje rond te maken. Dus dan kies ik voor om dit een beetje zo te doen. Nou, je kunt natuurlijk wel voor kiezen om de rest met het tondeus weg te halen. Je kunt ook wel voor kiezen om af te scheren met een scheermesje. Dus even goed inzepen, scheermesje eroverheen, dan heeft hij wel lekker glad. Nou, wat je zo even kunt doen, is kijken of er nog haren hier en daar uitsteken. Dan denk ik, nou, pak ik het even mee. Dat kan.
Ik vind dat hij wel redelijk mooi valt. Dan laat ik het ook zo bij. Dan gaan we even kijken naar de lijntjes hierboven. Zoals u ziet, ik kom even iets dichterbij. Ik wil eigenlijk wel strakke lijntjes zetten. Ik heb hier wat wel door blijft groeien natuurlijk. Maar ik wil het toch wel een beetje verzorgd en strak hebben. Dus wat u kunt doen, is eigenlijk deze tondeuze zo vasthoudt. En dat u dan steeds van je afscheert. En dan kunt u heel mooi zien waar de lijntje moet komen. En dat geldt voor deze kant ook. Dan doe je even zo. Of juist zo. Dan kunt u ook wel zien waar het lijntje moet komen. En dat is ook wel belangrijk om als u op de wang doet dat u niet of dit doet of gaat trekken. Ook dat geldt precies hetzelfde om, anders krijgt u een scheve lijn of een hap eruit. Ook aan de bovenkant kunt u natuurlijk wel voor kiezen of u zo'n rechte lijn wil, of een beetje schuin, of met een bochtje erin. Nou, ik vind het zelf wel mooi om een beetje zo te laten lopen. Ik pak even mijn bril af, dan kan ik makkelijker bij. Dus zit ik in mijn dode hoek. Tenminste, ik vind het wel heel prettig als ik dat gedaan heb. Dan neem ik ook even mijn wenkbrauwen een beetje mee. Toch als mannen hebben vaak last van wilde haargroei hier en daar. Dus ook mijn wenkbrauwen. Wat ook vaak handig is om een opzichtstukje tondeus te doen. Doe het alsjeblieft, want als je dat niet gedaan hebt, haal je tondeus eroverheen. Zijn je wenkbrauwen weg? Dat moeten we niet hebben. Dus opzichtstukje erop. En dan doe ik zo eroverheen. Dan ben ik van een beetje het wildgroei af. Zoals die zelf van natuur valt. Als ik naar mijn eigen baard kijk, op mijn wangen groeit hij juist heel mooi zo naar beneden. Dan moet ik ook zo doen. Ja, er zijn mannen die denken, ja, ik vind het wel mooi als mijn baard. Ja, dat kan, maar dan ziet hij heel wild uit. Dus laat hem eigenlijk zo natuurlijk mogelijk vallen. En bij mij de onderkant, hier groeit hij een beetje zo. En hier ook. Tot daar kam ik hem een beetje zo naar beneden. Maar hier groeit hij juist wel zo. Dus dan kam ik hem een beetje schuin. Nou ja, dan valt hij eigenlijk heel mooi. Wat ook heel belangrijk is om niet te vergeten. Baardverzorging. Dus maak gebruik van een baardolie. Dat is sowieso heel belangrijk. En als u wil stylen, stel nou dat je wel wat lange baardgroei hebt. Baardbalsem, baardboter, er zijn wel verschillende baardwax. Om in uw baard te doen, om dat een beetje goed in model te houden. Dus vergeet sowieso de baardolie niet, dat is echt heel belangrijk. Nou, heren, iedereen die meegekeken heeft en geluisterd, ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Zodra we weer open zijn, hopen we jullie graag weer bij ons in de shop te zien. Heel veel succes en als jullie verder vragen hebben, neem gerust contact met ons op. We staan altijd voor u klaar. Dank u voor het kijken.